Ja, de lessons learned van de eerste periode van Open Cultuurdata is ten eerste dat het ontzettend belangrijk is dat er koplopers zijn in het veld. Partijen zoals het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, Beeld en Geluid, die zich echt inzetten en voor open data en zich ook publiekelijk uitspreken over de voordelen die open data heeft en die daar ook mee willen experimenteren. De meest gebruikte datasets van open cultuurdata zijn die van het Rijksmuseum en die van het Nationaal Archief, de ANEVO-collectie, een collectie persfoto's. En wat die gemeen hebben is ten eerste dat ze hoge resolutie aangeboden worden. Ten tweede dat ze in een API aangeboden worden, wat voor developers heel makkelijk bruikbaar is. En ook dat het gewoon om een enorme hoeveelheid van data gaat, waardoor je met verschillende brillen op die API kan gaan benaderen. En daardoor zijn er dus ook een heleboel verschillende soorten apps op basis van die data gemaakt. Om open cultuurdata te laten slagen moet je gaan samenwerken. En dat is ook een van de belangrijke dingen die we geleerd hebben. Je hebt ten eerste nodig de kennis van de cultuurinstellingen over de collecties. Wat betekent het? Waar gaat het over? Hoe is de historische context daarvan? Maar je hebt ook technologen nodig die vanuit de technologie kunnen kijken naar wat je met die open data kan doen. Je hebt copyright specialisten nodig die vanuit het perspectief van het auteursrecht kunnen kijken van wat kan wel en wat kan niet. En ook natuurlijk creatieve mensen die vanuit eindgebruikers kunnen denken. Nou, nadat de competitie was gestopt, is Open Cultuurdata verder gegaan. Creative Commons Nederland heeft bijvoorbeeld een internationale versie van de masterclass gemaakt, die iedereen online kan volgen op de Peer-to-Peer University. Dus je kunt daar alle stappen van onze masterclass doorlopen en ook antwoord krijgen van mensen uit ons team en andere mensen uit de internationale Open Cultuurdata gemeenschap. We zien dat de open erfgoedbeweging internationaal gezien steeds groter wordt en dat er een aantal initiatieven zijn die dit actief ondersteunen. Denk aan Europeana, de Open Knowledge Foundation en de GlenWiki-beweging. En dit zijn allemaal initiatieven waar wij nauw mee samenwerken. Wat ook leuk is om te zien is dat er een aantal spin-offs ontstaan van het Open Cultuurdata-initiatief. Waarbij onlangs bijvoorbeeld in België voor het eerst een soortgelijk initiatief is gestart. Wat ook gebruik maakt van het cursusmateriaal wat wij bijvoorbeeld hebben ontwikkeld voor de masterclass. De grootste uitdaging voor open cultuurdata is het inzichtelijk maken van wat de impact is van het vrijgeven van open cultuurdata. Wat we zien is dat er van een aantal projecten wel cijfers bekend zijn. Maar er wordt altijd op een verschillende manier gemeten en het wordt ook niet op grote schaal gedaan voor alle projecten die open cultuurdata vrijgeven. Met Glenmetrics, een nieuw initiatief, willen we daar verandering in aanbrengen door een standaard van het bijhouden van deze gegevens te introduceren. Deze gegevens op een structurele manier te verzamelen en daarmee vervolgens ook de argumentatie voor het belang van het vrijgeven van deze collecties te kunnen vormen.